Goedemorgen iedereen! Nah. Voilà, we zitten al in de auto. We gaan eerst naar Bankcontact en dan gaan we naar de Rommelmarkt in Langemark. Voilà! Meer moet je dan niet te veel aan uitleg geven. Hè? Ja, ik heb dus nog gestopt achter een broodje, wat kan nog niet eten. Ik heb nog achter een boeketje bloem moeten gaan voor mijn vrouwke. En nog een bon wist gaan halen van de Zep. En ja, daar gaan we mijn geld weer. Dus ja, ik krijg geen geld meer bij, dus ga ik nu naar Bankcontact gaan achter wat centjes. Oké, okay, niet dat je dat eigenlijk al moet weten, maar ja, waarom vertel ik dat? Weet ik veel, ja. Dat is de vlog live zeker, hè. Allee, salutjes, tot zo meteen, yo! Voilà, zie mensen, dat was de Rommelmarkt in Langemark. We gaan nu naar huis gaan en we gaan een keer tonen wat we allemaal gekocht hebben. Let's go, yo! Voilà, zie mensen, en ondertussen zijn we dus weer thuisgekomen van de Rommelmarkt in Langemark. We gaan een keer tonen wat we allemaal gekocht hebben. Ik heb in totaal 3 titels gekocht, maar ik moet wel zeggen, er waren echt niet veel films deze keer. Ik weet ook niet hoe dat komt, maar wel... Pardon, daar in Langemark waren er wel enorm veel VHS-cassetten, niet normaal. Dat ik eigenlijk ook niet zoveel in mijn ziel op de Rommelmarkt, maar daar lagen er echt superveel. Maar ja, dat doet er nu niet toe. We gaan een keer tonen wat we gekocht hebben in Langemark. Het eerste wat ik daar gevonden heb, is een horrorfilm, echt een klassieker, wat ik nog geen één van heb. Dus ik ben wel blij dat ik het gevonden heb. Het was 1 euro en dat is... Friday the 13th. Voilà. Goeie film natuurlijk. Klassieker. Met Jason hoe noemt hij? Voorhees? Voorhees. Jason Voorhees, man. Oké. Okay. Dus voilà, een ding. Dan de volgende is een met Arnold Schwarzenegger. Had ik nog niet. Maar ik zie hier nu wel net. Oh my god. Ah, oeh. Ik zie dat een andere, in een andere taal is. Borrara tu pasado para proteger tu futuro. Dus dat zal iets van een Spaans zijn of wat. Maar gelukkig is er Nederlandse ondertitels en is Engels gesproken. Ja. Dus Eraser is die een film. Voilà. Ook een goede film met Arnold Schwarzenegger. Heb ik ook gekocht voor 1 euro. Dan de volgende film heb ik nog nooit gezien. Ik heb vanachter gelezen, zag er wel echt wijs uit en ook een mega coole slipcover en dat is Glass House. Hier, maar ik weet niet of je het kan zien, staat erop, ja voilà, zo kun je het zien. Glass House, zo. Dus met een coole slipcover, zo, voilà. Wel wijs gedaan, maar ja, het zag er lekker goed vooral uit, dus ik heb hem gekocht ook voor 1 euro. Voilà. En dan het laatste dat ik daar gevonden heb,
Is eigenlijk een boek, een Renaissance collectie of zoiets, ik weet kijk veel, van Spider-Man. Dat is een tamelijk dikke, kijk, volledig één grote comic. Of zijn dat verschillende comics in één? Ik weet het niet, ik had het even moeten opzoeken. Het is alleszins van Marvel, Panini, Familie. Duik mee in de Marvel comics van de jaren 2000 en beleef hoe de House of Ideas zijn plaats in de wereld van de comics veroverde. Dus ja, een schoon boek van Spider-Man, en dat was ook 1 euro. Voilà. Dus ik heb in totaal daar 4 euro voor gedaan aan 3 films en 1 boek. Voilà, dus het is al dat ik gekocht heb daar. Ja, like dat ik zei, het waren echt niet vele films, maar ja, het is wat het is. Soms vind je een keer veel, soms vind je een keer niet veel. Maar ik ben toch content met wat ik gevonden heb. Dus voilà, dat was de video. Allemaal bedankt om te kijken. Like de video, abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. En ik zou zeggen, tot de volgende keer voor een nieuwe dag, voor een nieuwe video. En dat zal morgen zijn, denk ik. Goed, allez, salutjes hè. Salut!